Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn wekelijkse routine laten zien. En als eerste maar meteen een disclaimer. Er zijn altijd dagen waarop het niet gaat, waar het een dagje langer duurt of een dag eerder, omdat het anders niet uitkomt. Het leven is niet perfect en life happens, dus soms gaat het niet volgens plan. Maar over het algemeen probeer ik me aan deze wekelijkse routine te houden. En dat begint eigenlijk altijd met op zondag het beddengoed wassen. Als ik al weet dat ik er zondag geen tijd voor heb, dan doe ik het op zaterdag. Maar in principe is zondag mijn vaste momentje hiervoor, al jarenlang. Het volgende wat ik ook echt niet mag vergeten om wekelijks te doen, dat is om de planten water te geven. En de ene hebben net wat meer nodig dan de ander, maar ik heb gemerkt dat als je gewoon een vaste dag hebt, dus voor mij de zondag, om je planten water te geven, dan gaan ze heel lang mee. Als je mijn dagelijkse routine video ook hebt gezien, dan weet je dat ik wel vaker dan één keer per week stofzuig. Soms bijna elke dag, soms om de dag. Maar wat ik één keer in de week doe, dat is het vloerkleed in de woonkamer stofzuigen. En wauw, elke week doe ik het en er komt zoveel stof vanaf. Echt, probeer dit maar eens te doen en het zal je verbazen hoeveel stof er afkomt. Wij hebben de Dyson V15 en ik heb daar best wel wat vragen over gehad. Ik heb hem niet gekregen, we hebben die zelf gekocht. Maar ik ben er heel erg tevreden over. Ik kan me niet meer voorstellen om terug te gaan naar een stofzuiger met snoer. Wat ik ook één keer in de week doe, dat is de oppervlakken schoonmaken van mijn make-up tafel en bureau. De tafel doe ik dagelijks en de salontafel. Maar make-up tafel en bureau, dat vind ik eigenlijk één keer in de week wel genoeg. En natuurlijk ook even overal de vuilnisbakjes legen en de spiegels schoonmaken. Wij hebben nu al een aantal maanden HelloFresh en daardoor heb ik zoveel minder voedselverspilling en ook veel meer plezier met koken trouwens. Ik vind er echt zoveel voordelen aan zitten, maar toch ga ik wel even elke week door de koelkast voor alle items die niet van HelloFresh komen, dus meer voor de lunch en eventuele snacks. Van hoe is het met de houdbaarheidsdatum of van die items die je gewoon altijd in huis moet hebben. En dan check ik even, oké, wat wil ik bijbestellen en welke dingen zijn over datum. Dan is het natuurlijk ook tijd om de boodschappen te bestellen, HelloFresh uit te zoeken. Meestal kies ik er 4 uit. En wat ik sinds kort ook wekelijks probeer te doen, is mijn bestanden, foto's, screenshots uitzoeken. Want als je dat een tijdje niet doet, dan loopt het zo op en dan wordt het steeds een moeilijker klusje, zeg maar. En als je dit elke week doet, heb je dit echt in een paar minuten gedaan. En zal je merken dat je heel veel gewoon kan verwijderen. En wat ik ook op een wekelijkse basis probeer te doen, dat is mijn e-mail inbox leegmaken. En niet dan dat ik iedereen geantwoord heb, maar dat ik weet van oké, hier moet ik echt even voor gaan zitten om te antwoorden. Dit is een prioriteit, dan pin ik hem. Deze kunnen naar een mapje. Gewoon dat ik het weer even op orde heb, want soms loopt het zo op. Dus ook als je dat elke week doet, en ik heb het ook wel eens een week niet gedaan of zelfs een maand niet. En dan ben ik daarna echt uren mee bezig. Dus ja, die e-mail inbox leegmaken en die foto's en screenshots en bestanden uitzoeken wekelijks, dat zijn 2 die ik recent doe en echt wel wil proberen vast te houden, omdat ik merk dat dat zo'n verschil maakt. Dan ga ik meestal ook op zondagavond even voor zitten een planning voor de week maken en ik gebruik hiervoor mijn Organize Your Life dashboard. Het link hiervan staat in de bio. En dan plan ik eigenlijk even mijn week uit van wat moet ik niet vergeten. Wat heb ik überhaupt op de planning staan? Klopt mijn agenda wel met mijn to-do-lijst? En wat waren eigenlijk mijn goals voor de maand? Klopt het wel met wat ik deze week ga doen? Kan ik zo mijn goals van de maand wel behalen? Dat is altijd een soort even mini-evaluatie en planning elke week. Een taak waar ik toch echt wel elke week een beetje tegenop kijk, dat is de badkamer schoonmaken. En mocht ik ooit hulp inschakelen voor het huis schoonmaken, dan zou ik dat echt als allereerste uitbesteden, de badkamer schoonmaken. Maar ja, het moet toch gebeuren. Dus meestal even een muziekje opzetten en het helpt ook met mijn Scrub Daddy en mijn Pink Stuff schoonmaakmiddel. Dan ga ik er zo doorheen.
Dit is weer zo'n taak die je echt vaak probeert uit te stellen. Maar ik probeer één keer in de week mijn kwasten schoon te maken. En dat lukt niet altijd op zondag. En soms kom je er ook gewoon niet aan toe. Dit is wel eentje waarvan ik denk, oké, als ik moet kiezen, ga ik bijvoorbeeld liever mijn beddengoed wassen dan mijn kwasten wassen. Dat heeft wel echt prioriteit voor mij. En dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat me even weten in de comments als je ook graag een maandelijkse routine zou willen zien. Ik doe natuurlijk de maandelijkse reset video's. En die verschilt dan ook echt per maand. Er zijn ook dingen die je gewoon elke maand doet. En zouden jullie daar ook graag een video van willen zien? Die is dan niet echt gekoppeld aan een vaste maand, maar gewoon maandelijks. En wat meer gericht in huis en mijn taken. En niet zozeer evaluatie en goals gerelateerd. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zou het super lief vinden als je zou willen abonneren, want ik zie dat de helft van mijn kijkers niet zijn geabonneerd. Het kost 5 seconden, verder is het gratis om even op die abonneerknop te klikken en daar maak je mij zo ontzettend blij mee. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie je heel graag in de volgende video. Bye!